het naait van vroeger in de boffenstad. En oom die een horrible zegt. Door speel je als kind in je wereldje klaar. Al drum kom je door voor terecht. Verdijn is top, ik kon hij scheem de zubrak. Verdijn er is been meske weer. Of Sodom, Veendam, Hogezand of Delfschiel. In de serie reportages over wijken en dorpen zijn we vandaag in het prachtige dorp Midwolda. We hebben hier een dagbestedingsplek ontwikkeld voor onze bewoners die bij ons wonen, maar ook voor buiten, mensen van buitenaf. Die kunnen hier lekker komen. Ze kunnen hierop in de tuinen werken, maar ze kunnen hier ook in de lunchroom kunnen ze werken. Ze bedienen hier zo. En we hebben ook een breigroepje op de donderdagochtend. En dan komen mensen van die eigenlijk vereenzamen in het dorp of uit de omgeving. Komen ze hier zo en dan mogen ze heerlijk met onze doelgroep samen. Mogen ze de activiteit doen en we proberen dan die spulletjes weer te verkopen in de winkel. En zo komen ook mensen uit het dorp, maar ook vanuit de omgeving, komen hierheen om toch wel ook te genieten van deze mooie dagbestedingsplek. En eigenlijk wat ook zo fijn is, dat ook alles hier zelf wordt gemaakt, de producten. En zo heeft iedereen zijn eigen taak. En op die manier proberen we gewoon in het dorp ook en vooral het participatie toch te vergroten ook. Want onze groep is gewoon uniek. Maar ook zeker, ze kunnen zoveel betekenen voor in deze maatschappij. Het is niet zoals vroeger dat ze altijd werd gezegd van ze kunnen niks. Maar ze kunnen eigenlijk gewoon heel, heel, heel veel. Bij de boerderij van Hermans Dijkstra is ook een prachtige slingertuin. En vrijwilligers van de stichting Hermans Dijkstra die zijn hier achter ons bezig met het onderhoud van de tuinen. Kinderen uit Midwolda die moeten natuurlijk hier ook naar school. En dan moeten ze eigenlijk net over de grens van Midwolda naar Oostwold, naar de Brede School. En hier bij de Brede School, daar hebben ze een educatietuin waar de kinderen les krijgen hoe je groentes kweekt. Eigenaar van de supermarkt hier in Midwolda. Ja, centrale plek toch voor veel bewoners, of niet? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik vraag me wel af, zo'n klein dorp als Midwolda, loont zo'n supermarkt, loopt dat nog? Heeft dat toekomst? Jawel, vast wel. U zegt het loopt prima. Gaan mensen niet naar Scheemda of Winschoten om boodschappen te doen? Tuurlijk. Overal gaan de mensen heen om boodschappen. En ook naar Scheemda en ook naar Zuidbroek en ook naar Hogezand. En naar Groningen. Blauwe Stad is erbij gekomen. Heeft dat voor u nou meer klandizie gebracht? Ja, zomers wel. Zomers wel. En camping De Bout hebben we hier. Nou, wat toeristen en de jeugd die gaat zomers naar het strand hier. Nou, die nemen ook wel weer een zakje chips mee en een blikje drinken. Dus, nou zijn er wel eens wat geruchten in het dorp geweest dat de winkel zou stoppen. U zou stoppen, de winkel zou dichtgaan. Hoe zit dat nou? Nou, ik stap wel als alles goed gaat. Dan stap ik eind dit jaar. En er zijn drie partijen nog in de race om de winkel over te nemen. Dus er is een gereden kans dat u stopt eind dit jaar, maar dat de winkel gewoon open blijft? De winkel blijft open, daar ben ik van overtuigd. We zijn bij de whiskystokerij van Zalko Nesic. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, het is een moeilijke naam. Maar wat heeft u zelf met whisky, meneer Nesic? Ik zelf
niks eigenlijk. Ik begon 5-6 jaar terug whisky stoken in een opdracht van een whiskybar uit Groningen, de Toeter. Ze wilden eerste Groningse whisky maken, dat moest eerste Groningse whisky zijn. En hebben mij gevraagd of ik dat kan doen. Ik zei dat ik dat kon doen, dus zo is het begonnen. Toevallig. Nou, achter u, daar zien we wat ketels staan. Kunt u ons in het kort vertellen hoe het proces in elkaar zit? Ik stok met een potstil, ketel, concreet hier een Franse ketel, Charance ketel van provincie Charance, waar cognac hoofdstad is. Dat is een simpele koperen ketel. Wat je gaat stoken, de stookmateriaal, of dat bier is, of stookwijn, of iets anders, stop je hierin. Onder vuur aan kook brengen, begint verdampen. En dan damp gaat richting koeler, dat is koud water, spiraal. En tenslotte, hier komt destillaat naar buiten. Zo eenvoudig is het. Ik maak producten op basis van alcohol of van gedestilleerd bier. Of graan die ik zelf maïs. Dat is een proces die lijkt op die van bier maken. Of maak ik op basis van rozijnen. Dus dat zijn verschillende destillaten, geurige destillaten. Welke dan ik gebruik voor verschillende producten. Zoals? Zoals koffielikeur. Of verschillende fruitlikeuren. Dan heb ik een zwarte bes. Die noem ik Old Amster Robijn. Omdat komt uit Old Amster en heeft een robijn rode kleur. Meneer Nessus, is dit nou hobby of is dit bedrijf? Dat was hobby, maar nu is het bedrijf. Ik heb een productie van 3.000 à 4.000 liter verschillende dranken per jaar. U heeft gekeken naar een reportage over Midwolda. Dit was de derde in de reeks. Vindt u nou ook de moeite waard om uw dorp of wijk eens voor het voetlicht te brengen? Stuurt u dan even een mailtje naar info@rtvlogo.nl.